Oh mijn god! Wat gebeurt er? Remmen, remmen! Nee! Nee! Gamers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Legends of Gaming. Dank u. Vorige keer hebben we helaas afscheid moeten nemen van Marije. Helaas wel. Helaas. En Chatmo is er nog. Dus dat heb je lekker gedaan. Yes, thanks. Vandaag is het ook weer tijd dat er gestreden wordt voor een veilig plekje. Dat gaan de mannen hier achter mij doen. En dan gaan ze vandaag doen Mario Kart. Dus ik zou zeggen... Vroom. Ja, en laat even weten in de comments, wie is jouw favoriet Mario-personage? Mijn Peach. Oké, cool. Mijn Toad. Nou, laten we teruggaan naar de mensen. Mannen, het is eindelijk tijd voor zo'n potje Mario Kart. Al 4 seizoenen. Ja. Zeg ik, jongens, wanneer gaan we eindelijk eens een keer zo'n lekker spelletje... Zo'n spelletje spelen wat ik ook kan, waar ik ook goed in ben. Ja, en vandaag is eigenlijk... Wat zeg je nou? Formule 1. Formule 1 was ik ook wel goed in, maar dat is een beetje vergelijkbaar natuurlijk. Dat komt hier ook een beetje door. Ja. We gaan een potje Mario Kart spelen. We gaan onze eigen Grand Prix maken. En dat doen we met tracks uit de Mario Kart 8 Deluxe uitbreidingspas. Oh, dat is leuk. De Circuit Expansion Pass. Ze hebben bij Nintendo de Circuit Expansion Pass gemaakt. Daarmee krijg je 48 nieuwe courses. Die worden steeds na een aantal maanden naar elkaar uitgebreid. Wij gaan ze alle 48 doen? We gaan ze alle 48 spelen. Nee, we gaan er 4 spelen uit de eerste 2 waves. Die zijn nu beschikbaar. Maar terwijl jij dit kijkt, is de 3e wave net gedropt. En wil je die nou spelen in Mario Kart 8 Deluxe? Dan moet je even naar de Instagram van Legends of Gaming. Want daar geven wij 5 keer de Mario Kart 8 Deluxe Circuit Expansion Pass weg. En dat is dus insane. Crazy. Dat is heftig. Ik heb er zin in, mannen. Ja. Laten we dat zo'n lekker potje doen. Lekker. Oké, wie denken jullie dat er gaat winnen? Ik denk... Egbert is Mr. Mario. Same. Ik wou ook Egbert zeggen. Ja. Hij is hier wel goed in. Sowieso, en sowieso, als je kiest voor metalen Mario, dan weet je al genoeg eigenlijk. Voordat we gaan racen, moeten wij allemaal een popje kiezen. Ik ga natuurlijk voor die Metal Mario. Ik ben altijd dood. Hoezo ben je altijd dood? Nee man, dat is altijd al geweest. Kan je een goede Toad impressie al? Dat stemmetje van Toad? Nee. Heb jij een goede Toad impressie? Die was best wel nice hoor. Die is best wel goed. Jij bent toch geen Roy? Nee, maar er is geen Don. Dat is het hele ding. Dus er is een Ludwig, Wendy, Larry, Lemmy, Larry. Je hebt Donkey. Donkey zou kunnen, ja, oké. Ik ga voor de Donker Kong. Ik heb die Metal Mario. Jongens, ik wil wat afspreken met jullie voordat we beginnen. Want je kan natuurlijk in Mario Kart 8 Deluxe je auto helemaal instellen zoals je dat wil. Maar, de bak die ik normaal rijd, die is nog niet vrijgespeeld op deze Switch. Oh, dus ik wou voorstellen dat we allemaal met dezelfde auto rijden. Jij rijdt in een beetje Mercedes, hè? Ik rijd in Mercedes inderdaad, ja. Maar ik wou voorstellen, laten we allemaal met dezelfde auto rijden. Dan blijft het nog een beetje eerlijk. Deal. En welke wordt dat? Van de standaard. Ik pak de standaard kart. Standaard kart. Ja. Maar en ik pak banden? Wel het schattige parasolletje, denk ik. En de banden? Roze parasolletje. Dat moet je lekker zelf uitvinden. Maar kijk, die heb ik dus niet. Ik heb niet het schattige parasolletje. Nee, maar dat moet je toch ook lekker zelf weten wat je doet? Maar een parasolletje heeft ook invloed. Heeft het parasolletje invloed? Ja, tuurlijk. Oh, het parasolletje heeft echt invloed. Ja. Egbert, ik dacht dat dit jouw spel was. Dan moet jij helemaal niet druk om maken, joh. Standaard van de standaard van de standaard. Alles standaard. Alles, ook de banden. Oh, maar de banden standaard, dat weet ik nog niet. Dat weet ik allemaal niet. Oh, en daar gaat hij ineens over twijfelen. Nee, ik moet wel met de minibanden spelen, jongens. Ik moet wel met de minibanden spelen, anders hoezo? Dan gaat het fout. We gaan met de minibanden spelen. De minis, de rollen. Nee, maar weet je, kies maar lekker je eigen banden. Kijk maar lekker welke banden je wil. Anders ook gewoon een hele andere kart. Je bent nu al aan het draaien. Kies anders dan. Wat heb je nu? Ik ga voor de scooter. Dat is een hele domme keuze. Nee, de scooter is heerlijk. Oké, dus we laten alles varen van dezelfde kant. Laten alles varen. Kies maar wat jij wilt. Hoi, hoi. Zijn jullie ready? Ik ben nervous, bro. Ja? Jij voelt hem al, Ik zal mijn best doen. Dit is het eerste spelletje waar ik echt niet nerveus ben. Waarvan ik denk, dit heb ik eigenlijk wel in die bag. Doe rustig aan. Oh, ik hoop zo dat hij eruit vliegt nu. Dat zou echt fantastisch zijn. Deze intense Mario Kart potje ooit worden. Deze wordt wel intense. Die expansion pass. Oh, we gaan beginnen, dames en heren, met de Parijs Promenade. Oké, jongens. Even een refresher natuurlijk. I is rijden, is gassen. Ja, precies. Met de rechterstick kan je remmen. Ja. En zet hem op. Hoe stuur ik?
Red een stuk. Oh my god, ik ben zenuwachtig. Ja, ik ga dit niet redden, man. Oh, de Eiffeltoren. Tof. Eiffeltoren, ja. Ja, precies, weet je wel. Paris Promenade. Paris Promenade, een van mijn favoriete maps. Oh, iedereen weet wel dat je gas moet geven op 2. Dat is in ieder geval al leuk om te zien. Mamma mia! Ja. Ging jij naar rechts? Ging jij naar rechts? Ik denk dat hij naar rechts ging. Ik ben dood, even teren. Zo, hé! Dit is goed. Wat een leuk spel! Oh my god. Ik heb even een item nodig. Kappa. Dave! Ja? Waarom ben je zo fucking slecht, ouwe? Hou op je bek, Frank! Oh, dit is niet goed. Oh, oh, daar gaat hij. Oh, nee. Ja, Steve, oh. Dit is niet goed. Nee, dit is helemaal niet goed. Oké, wacht. Niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Oh, ik moet naar rechts. Egbert, jij bent echt fucking slecht. Ik word er alleen maar geraakt in die klootheid. Dat is hem niet. 10 muntjes. Ultrasnelheid. Egbert, dit was jouw game, toch? Ja, wacht even. Komt ie, hoor. Wacht even. Nee, hij gaat niet raar doen bij mij. Dan. Egbert, optieven. Deze hebben we. Moet even een defensive item hebben, jongens. Ja, we doen zonder blauwe schild trouwens, hè? Zonder blauwe schild? Ja, ja. Volgens mij was dat een memo van regie. Deze bocht is fucked up, hè? Oeh! We gaan niet meer rechtdoor. Huh? Niet meer rechtdoor? Oh, deze weg is open opeens. Dit is nieuw in die Parijspromenade. We gaan ineens tegen de tegengestelde richting. Ook alleen maar paddenstoeltjes, hè? Zo irritant. Geef mij één schildje, man. Oh my god, dit is intens. Dit gaat niet goed, jongens. Dit gaat niet goed. Die ene, dat ene itempje wat ik net tegen had. Intense battle. Oei. Ik krijg alleen maar paddenstoeltjes. Geef me één schildje, man. Paddenstoeltjes zijn hartstikke chill. Ja, die paddenstoeltjes zijn top. Als jij me niet had geraakt met dat bommetje, hè? Oeh, nee. Oh nee. Alleen maar paddenstoeltjes. Oeh! Dit is niet goed. Oeh. Dit is helemaal niet goed. Ik schrok daar gewoon daadwerkelijk van. Oh my god. Oh. Dit is helemaal niet goed. Dat scheelde niet veel, hè. Dat scheelde niet veel. Maar ik kreeg alleen maar crappy items. Prima. Oh, ik ben voor de eerste keer niet dood voor het spel. Oh, ik ben echt. Ik krijg alleen maar paddenstoeltjes, maar waarom ga ik zo langzaam? Ja, paddenstoeltjes zijn fucking goed. Dat is echt misschien wel het meest chill item. Kan je afsnijden? Ja, die paddenstoel, die vertraagt echt die hele game. Ja. Echt, Scooter was een domme keuze, hè? Hey, goed gespeeld, mannen. Echt vet. Oké, jongens, de tweede race. Ik begin hem iets meer te voelen, de druk. Ja. We gaan naar de Stracciatella-straat. Nou, dat zou ik best lussen. Lekker een koepje Stracciatella. Wat is een Stracciatella? Is dat ik zie ijs. Met de chocola. Met chocola. Chocola erin. Is chocola een beetje overrated? Maar dat ben ik. Okay. Wow. Ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik deze map dus nog nooit gespeeld heb in mijn leven. Nee, ik heb deze dus ook nog nooit gespeeld. Ik heb ze allemaal nog nooit gespeeld. In Parijs had ik enigszins gespeeld, maar... Dit is wel... We moeten de trap omhoog. Waar is deze map ook van dan? Oh. Volgens mij van Mario Kart. Dit lijkt wel een Mario Kart map, ja. Doe je het zeg. Dit is ook mijn enige voordeel wat ik had, hè. Is gewoon weg. Ik kan niet laatst worden in Mario Kart, jongens. Dat kan echt niet. Dat... Je wordt dan gewoon verslagen door dan een casual. Dan ga ik misschien stoppen met videogamen. Ja, kan die boomerang ook even heel gauw weg? Oké. Wauw. Oh. Oké, dat is even kus. Dit is goed. Hey, maar nu krijg ik alle goede items. Ik ben zenuwachtig. Welke items krijg je? Hoogstwaarschijnlijk de goede. Ja, goed Steve. Ja, man. Hey, een paddenstoel. Waarom ben ik zo langzaam? Dit is goed. Ik zit full focus, jongens. Ik zit full focus. Mijn hartslag is echt 100 miljoen. Dat klinkt inderdaad alsof je een dokter zou moeten bezoeken. Zie je dat? Die Stracciatella straat, dat is mijn mappie. Dat is wel een all-time favorite. Oh mijn god! Die kwam er met het rode schildje, hè? Wat doe jij opeens hier? Ik had paddenstoeltjes, ik ging ineens heel snel. Wow. Die kwam er met het rode schildje? Dat was Stefan. Doe het normaal. Gast, dat is het niet.
Hoi, 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 hoi. Hey, dat is helemaal niet goed. Ik heb gewoon niet de dubbele item gepakt. Hoe kan dat? Ik heb hem ook niet. We hebben hem beide niet? Nee. De oplichting. Nog één gebruiken. Doe Steve, gebruik! Oeh, extra banaantjes. Banaantjes zijn gezond. En dat is de finish. Ik hou van finish. Ai. Ik weet niet, het Stracciatella straatje is... Die valt wel in mijn straatje. Dat is een straatje woordspeling. Vond ik wel toepasselijk op Stracciatella straat. Die in de uitbreiding circuitpas zit. Oh, de uitbreiding circuitpas van Mario Kart 8 Deluxe van Nintendo. Ja. Jongens, dat vind ik dus vet. Gaat het? Ik vind het lastig, man. Zijn hartslag die zat nu op 100 miljoen. Dus hartslag zat op 100 miljoen, ja. Het klinkt alsof hij een beroerte heeft. Ja, dat klopt. Dokter. Ik wil het er niet over hebben, laten we doorgaan. Is er een dokter aanwezig? Het gaat weer oké. Don die is aan het aan kop. Met een comfortabele leiding. Vernietigende voorsprong. Ja. Wij staan gelijk. 3-3. Dus dat betekent dat het nog erg spannend gaat worden. We gaan naar map nummer 3. De ninja school. Oeh. Frank. Gozer. Dit is mijn map. Is het de ninja school? Vrouwelijk lichaam, wat zei je? De ninja school. De ninja school, dat meen je niet. Maar dat is waar jij altijd goed in bent. Je bent letterlijk een easy dub. Jij bent het brood. Komt-ie. Ga op let. Maar hier woont Ninja de Fortnite. Hier woont inderdaad Ninja de Fortnite Legends. Ja. Waar moeten we heen? Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik vind het wel fijn dat het in ieder geval voor ons allemaal nieuwtje is. Maar jij, dit is helemaal niet goed! Shurikens, pas op! Wow, de spanning. Ik heb in ieder geval van Merit verdwijnen. Hij is allemaal. Hij is wel. Mooi wazig. Echt weer, ijsgassen, dat weet je. Gaat echt wat ook nog even zoeken. Oh, ja, daar was hij. Oeh. Helemaal top, dit. Ja, maar ik wilde allemaal omhoog. Oh, en nu mis ik de items. Moet er weer omhoog? Nee, je hoeft niet per se. Ik val er even af. Oh, ik val er ook vanaf. Dat was dus niet de bedoeling. Kunnen jullie even wachten? Oh mijn god, ik ben kapot zenuwachtig. Dave, die munten, die maak je sneller. Dit is de finish. We zijn al de finish. Oké, we vliegen over de finish. Ga MP. Au. Pak die munten, Steve. Ik heb het verneukt. Ik wist niet waar ik heen moest. Ik ken deze hele map niet. You and me both. Kijk aan. Dit is heel goed. Frank, laat even met rust, wat met je munten gewoon doet. Heb je daar nou aan? Crap. Kunnen jullie even wachten? Oké, ik val. Wacht even. Goed, die munten, Steve. Juist, Steve! Oh. Die ga je versnellen. Ja. Oké, nu ga ik omhoog. Oh mijn god, ik ben Steve. Oh, Steve, nu ben je snel, jongen. Oh, nee, man. Steve, hier ben je munten. Dit is niet goed. Die munten, nu ben je snel. En dat is die metalen Mario, man. Dit is helemaal niet goed. En ik boost. Hoe boost in de lucht? Ik ben kapot zenuwachtig. Oh, hé. Ik had het weer 100 miljoen. Nee, je raakt dit. Je banaan. Ik heb allemaal banaantjes. Oké, dankjewel. Oh. Dit telt ook niet, blijkbaar. Oh, dit is helemaal niet goed. Oh nee. Oh mijn god. Oh nee, ik val. Ik durf niet te kijken. Gozer, die gaat goed. Wat een goed. Gaat. Steve staat zo erg voor. Gozer, fuck die mensen aan. Ja, je hebt valt niet meer in te halen. Oh mijn god. Niet toeteren? Zeg me nou niet. Had ik je? Ja, je had me flink. Ik vroeg nog specifiek om niet te toeteren, maar... Gozer, je bent er. Tegen mijn zin is wel waar, ja. Oké, hier ben ik al 2 keer afgevallen. Ik ben er 3 keer afgevallen nu. Netjes. Maar nog voor de tweede plek. Ze zijn voor de tweede plek aan strijden. Nee! Dit kan echt niet! No! Oh, wat pijnlijk! Dit is voor je rug zitten. Hoe kan dit nou? Hé, maar dit is zuur eigenlijk voor mij. Want ik had beter gehad dat jij tweede werd. Eigenlijk wel. Ja. Ja, ik had een unlimited boost. Dus ik gebruikte hem en ik glipte gewoon langs je. Arme echt. Maar dit is wel vervelend voor Steve. Want nu moet Don de laatste race... Verliezen, denk ik, hè? Ja. Oké, maar ik kan nog winnen. Ik kan nog terugkomen. Als ik nu eerste word en jij nu laatste... Dan kan je nog steeds niet winnen. Dan staan we gelijk. Dan... Maar het gaat om wie wint, toch? Als ik laatste word en jij wint... Dan is het gelijk. Dan wij gelijk. Ja. Ja. Dus het kan niet gebeuren. Jij doet gewoon voor mee voor bacon beans. Ik kan nog winnen, jongens. Ik kan nog misschien de Mario Kart kampioen worden van Ledge of Gaming. Ja. Oké, de laatste map, de paddenstoelengrot. Alles kan nog gebeuren. Dat is mijn favoriet.
Misschien ligt het aan mijn popje wat ik heb gekozen. Ik ken deze niet, man. Ik heb het idee dat ik dus... Wie weet. ...trager ben dan dat jullie zijn. En ik word benadeeld door de items. Ah. Ik word ook benadeeld door is de items. Is vernomen. Je hebt net twee keer gewonnen. Ik heb één keer gewonnen. Ik heb twee keer gewonnen. Ik weet niet, die paddenstoelen daar ging je toch best wel snel mee. Dus ik weet niet wat je daar helemaal mee... Ja, wat bedoelde je daar? Dat is wel waar, hè? Misschien moet je ook een item pakken, Egbert. Dat ga ik dus niet doen. Ah. Even, dit mapje ken ik wel, dit muziekje alleen al. Ja, dit is een classic. Dat kan je allemaal ervaren tijdens de Nintendo Mario Kart uitbreidingscircuitpakket. Okay, ik gooi even de kartaalskip nog. Dat was... Uh-oh, wat doe ik? Oh. Ik ben dus niet goed in Mario Kart, kom ik nu achter. Jongens, ik ben dus misschien niet goed in Mario Kart. Nee, ik dacht niet dat je het zou halen, joh. Zo, dan word je toch aardig gemotst. Wat is dat voor... Oh my god. Wow, wat een vieze shot. Kijk ik trouwens achteruit. Okay. Ja, maar dat weet Don natuurlijk weer, maar ik vond het bizar hoe snel je weer op de map bent. Ja. Maar Don, hoezo kan jij dit zo goed? Ik heb er denk ik toch wat meer uurtjes in zitten dan... Blijkbaar iets meer uurtjes dan ik al. Dan gemiddeld. Dan ik had verwacht, ja. Oh, dat is een bommetje die heel lelijk kan vallen. Oh, die viel ook daadwerkelijk lelijk. Lelijk naast de map. En dan heb ik deze shortcut dus geleerd. Oké. Geleerd. Je zit wel akelig in het nekkie. Ja, het is met zo'n boost kan je bij die start-finish, bij die bocht, zou je over kunnen steken, maar... Ja, wil je alleen maar paddenstoelen? Even gaan weg. Oh, ze kom hier alsjeblieft. Ik kom er liever niet aan. Oh nee, gras, dat is niet fijn. Oh nee, niet een spook, niet op dat moment. Goed! Nee. Ja. Oh mijn god, goed! Hey. Oh mijn god! Oh, dit is goed! Oh mijn god! Dit kan gebeuren! Remmen! Nee! Er staat een mannetje op de baan! Er staat een mannetje op de baan, jongens! Waarom stond er een mannetje op de baan? Er stond een mannetje op de baan! Het is maar net zo. Hoe kun je zeggen dat iets jouw spel is en alleen maar derde worden? Dat is wel een ding. Klote, ik heb het echt net aan mijn pest geschoten. Hey, zo'n goud bekertje, ik weet niet, het voelt wel gewoon lekker. Het voelt alsof die voor mij gemaakt was. Hoe voelt de bronzen beker? Hetzelfde als zilver, want daar heb je ook niks aan. Dat betekent dat Stefan en Don zichzelf safe gespeeld hebben. En dat ik niet safe ben. Nee, alleen Don. Ik ben alleen safe. Dan zijn we allebei niet safe? Nee, dat is het hele idee. Hoe lang spelen we dit nou al? Dat is ook zo. Hey, dames en heren, dankjewel voor het kijken naar een nieuwe Legend of Gaming vlog video. Dit betekent dus... Hij zei wat een werk. Dat Stefan en ik niet meer veilig zijn. En dat Don zichzelf veilig gespeeld heeft. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Ja, Don. Applaus voor mezelf. Mooi deze. Jongens, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken in de comments. Vergeet niet te abonneren in de comments. En dan zien we jullie... bij de volgende log of gaming video. Wat zegt Ella? Ik abonneer altijd in de comments. Yo, what's up guys? Welkom bij de behind the scenes Legend of Gaming. You know it. Ik ben hier met Stefan de Vries. Je kent hem wel. Hoe vind je de opnames? Leuk. Ja, leuk. Gaat goed. Wil je nog meer behind the scenes zien? Volg dan zeker het. En vergeet niet te abonneren. Ja, dat is. Hier dan.